Oké, wel. We moeten wel op mij richten, hè? Oh, ja. Zodat je het er hier op of zo. Welkom bij de Eetclub. Ja. Oké, welkom bij de Eetclub. Ik maak nu eerst het dessert. We krijgen vanavond de eerste gasten. Het dessert wordt appelgebak met romijs. Wat je nodig hebt is. De Eetclub, dat is een initiatief van Marianne en mij. En we hebben gewoon onze. Hallo, we hebben gewoon onze tuin tot een restaurant gemaakt. En het heet Club. Eet Club, omdat je lid moet zijn. Ja, en onze bijnaam is de Gaddafi's Palace. Ja, ik weet ook niet waarom. Maar... Gaddafi's Palace, ja, ik ben ooit bij Gaddafi thuis geweest. Oh ja, ik ben ooit bij Gaddafi thuis geweest. Of tenminste in zijn paleis. Ik heb Gaddafi nooit gezien hoor, maar we mochten wel even in het paleis kijken. Vandaar Gaddafi's Palace. Goed, we hebben de appels in kleine padjes gedaan. Daar gaan cranberries bij. En daar gaan nootjes bij, maar die nootjes die hakken we eerst even in kleine stukjes. Goed, dan gaan de nootjes fijn hakken. Altijd leuk. Nootjes. En hoe gaan we dat doen? Hiermee. Dat knippen we eruit. Hoe maak je nootjes klein? Je pakt nootjes. Je pakt gewoon zo'n diepvrieszakje. Wat is het voor zakje? Je pakt de deegroller. Oké, platgeslagen nootjes, ja, die gaan bij de appelpadjes in en de cranberries. Daar gaat ook de witte kristalsuiker bij, gewoon niet te weinig. Volgende stap is boter, zachte boter. 150 gram, ik weet niet hoeveel dit is, maar het doet ook niet zo. Zachte boter. En ze zeggen meestal 150 gram, maar ik doe altijd een beetje meer. Olie wordt altijd heter dan de rest om zich heen. Dus overal waar je olie in doet, of je dat nou in je pannenkoekbeslag doet, of in een ander beslag, maakt het niet uit. Olie heeft de neiging om het sneller uit te zetten en dan krijg je een luchtiger taartje. Een tip, ja. Doe nooit vuur bij olie. Nee, want dan krijg je... Bijna aan je benen. Ja. Of aan iets anders. Okay. Of aan een ander deel van je lijf. Oké, okay. Gaan we nu naar de oven toe, want de oven moet voorverwarmd worden. Kijk eens, dit is ons oventje. Heel klein, maakt niet uit. Hij doet het perfect. Ja, we doen hem op 220 graden. Hoort eigenlijk 180, maar ik doe altijd iets meer. En aan met die banaan. Pasta, suiker, hebben we het net al over gehad. Moet ook iets van erbij. Hoeveel? Ach, we zien wel. Het volgende wat we doen is, ik heb het deeg al verdeeld in het kleine deeg wat er straks in reepjes op moet en het grote deeg wat er nu... Komt-ie? Paf! Even kijken. Komt allemaal niet zo precies hoor, als de reepjes er maar op zitten. Hupsakee. Ja, zo is het maar net, hè? Maar jij houdt niet van appeltaart. Nou, ik kan wel een keertje proeven. Probeer het maar eens. Ja. En die daar is een beetje kronkelig geworden. Ja, dat maakt niet zo heel veel uit. Je moet een appeltaart niet echt te mooi willen maken. Gewoon... Yep. Het wordt vanzelf. Gewoon... Het ligt niet aan de vorm, nee. Maar aan de smaak. Zo is het. Nou, en dan kwak je die appeltaart. Ja, ben ik er nog? Ja. Waar dan? Ik kijk nu naar de taart. Ja, ja, maar waar ben ik dan? Daar ben ik. Goed, nou, die kwak je dus in de oven. Hasta la pasta. Oké, het is anderhalf uur later. De appeltaart is klaar. Kijk eens. Zij is nog heet. Psst. Kijk eens. Lekker appeltaart.
Oeh la la. Met een bolletje slagroomijs. Nee.